En dan de financiële gevolgen, van, die kunnen we niet overzien, want we weten niet hoe groot het de compensatie gaat worden. We verwachten er in feite niet zo heel veel van, maar het zal dus een fikse schadepost voor ons opleveren en een hoop imago-schade, want uh, je moet mensen teleurstellen. Breda nu. Omdat het dit jaar verboden is om vuurwerk af te steken tijdens Oude Nieuw, is het ook verboden voor vuurwerkhandelaren om het te verkopen. Hierdoor lopen zij mogelijk inkomsten mis, wat negatieve effecten kan hebben voor hun bedrijf. Wat, wat ik vind van een vuurwerkverbod, kan ik eigenlijk heel kort zijn. Ik vind het uh, een hele slechte beslissing. En als je dan zegt waarom, uh, ik denk dat er veel meer uh, gewonden zullen vallen, uh, veel meer schade zal komen, omdat er uh, veel meer illegaal vuurwerk uh, gekocht gaat worden door mensen die dan ook niet gewend zijn om met, die zware, uh, met dat zware vuurwerk te werken. Dus dat houdt ook in dat je... Uh, door verkeerd gebruik eh, meerdere slachtoffers krijgt. Je krijgt, en dat zie je ook al in de, in de media en in de kranten en overal, eh, mensen gaan dingen eh, fabriceren om toch een harde knal te krijgen, onder andere kabiet. Heel veel mensen kunnen op internet alle allerlei dingen vinden, hoe ze in feite een hele harde knal kunnen maken met een paar componenten die overal te koop zijn, maar waarvan het effect niet te voorzien is. We zitten met allerlei formulieren die we in de komende weken in moeten gaan vullen voor de overheid. Wat onze kosten zijn, die moeten dan weer beoordeeld worden. Dan komt er weer een vraag van de overheid, hoe en wat. Dus met andere woorden, als we gewoon vuurwerk hadden mogen verkopen, hadden we minder werk gehad. Nu hebben we veel meer werk en we verdienen minder. En dan de financiële gevolgen, van, die kunnen we niet overzien. Want we weten niet hoe groot de compensatie gaat worden. We verwachten er in feite niet zo heel veel van. Maar het zal dus een fikse schadepost voor ons opleveren en een hoop imagoschade. Want uh, je moet mensen teleurstellen. En het enige voordeel is dat mensen die het vuurwerk gekocht hebben, het mag heel het jaar hier logeren. En uh, volgend jaar, dus 21, uh, 2021, is het vuurwerk alleen maar beter geworden. Laten we onze mooie vuurwerktraditie koesteren en de volgende jaren gewoon met mooi vuurwerk om wat we om 12 uur afschieten. En Fantastische auto nu hebben. Ja, en voor dit jaar gaat er dus dit gebeuren: licht uit en deuren dicht. Breda nu.